gekregen vanuit het verleden, ook vanuit de voorgangers van Revalidatie Friesland, dus het kinderziekenhuis. En die spullen hebben we naar het museum gebracht hier in Gorredijk. En achter een van de kisten kwam het sleuteltje vandaan, van de kist waar de bouwtekeningen in zitten, van huis Lindenstein. En ik zou het ontzettend mooi vinden als jij namens de familie de kist wil openmaken. Dus bij deze overhandig ik jou het sleuteltje. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het super spannend. Oh, hij gaat goed open. Ik weet niet wat erin zit, dus zal ik jou een paar handschoenen aanreiken. Zo'n spannende moment. Dus we willen heel even. Oh, wauw, dit ziet er wel heel gevuld uit. En dan is nu dan inderdaad het handschoen. Precies. Wat zal ik het eerste pakken? Ik vind dit ook wel heel spannend. Dat is nog een beetje moeilijk te bouwen. Hier, helemaal ingekleurd. Geweldig! De Cornelia Stichting te bezig. Zo, de buitentrappen in detail. Het is echt vakwerk geweest. Dat vind ik gewoon echt heel wow. Ik zit dan meteen met het gebouw van nu voor te stellen. Van waar zou dat dan geweest zijn? Ja, en hier wordt iets heel moois. Is dit nog herkenbaar van wat het nu is? Een soort kast. Ja, ik denk dat dat een gevelaanzicht is. Met de ramen. Oh ja, de ramentuin. Ja. Hier zijn allerlei ornamenten in detail uitgewerkt. Een spiegelglas. Oh ja, dus aanzichten. Van dag tot dag raam. Ja. Nou, ik ben maar zo boven water. Ook wel heel benieuwd naar wat dit is. Alsof het gewoon 2 jaar lang niet ontvouwen is. Het is wel in hele goede staat gebleven. Machinekamer van het gesticht Lindenstein. Schaal 1 staat tot 50. En geluidendemper, dat was toch ook wel fijn. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat merk je nu ook nog, dat in zo'n groot pand dat je heel veel geluid hoort. Wat was het? Mei 1914. Ja, precies. Zou dit van geweest zijn? Ik ben geen technicus. Ik zit even te denken of ik het kan plaatsen. Maar misschien heeft het iets met verwarming te maken. Ik kan het zeggen, het is in ieder geval een installatietechnische tekening. Warm water. Er staat hier nou een riool, hè? Ja, kantoortje. De plaats.
watervoorziening. Ja. Ik denk dat het warmwatervoorziening is voor eindelijk warm water op binnen. In 1914, ja. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar tot die tijd was het waarschijnlijk een pannetje water uit de keuken. Ja, precies. Nog meer bouwen. Ik kan het zeggen, zouden het papier, de bouwkundige tekeningen zijn, de bouwdrukken, de technische tekeningen. Die blauwe drukken zijn misschien van allemaal net iets lager. Ja. Die gaan grond, hoogte 3,80 meter. Dit is het dienstgebouw dat we hier hebben. Plan voor de elektrische installatie. Ingenieursbureau, nachtglas, Versteeg en Verdam, Amsterdam, Velp. Nou, dat is nou weer grappig. Ik kan het zeggen, dat is bij jou een boek, toch? Ja. Januari 1914, dus dat is ook van dezelfde uitbreiding. Dus in die periode zijn allerlei installaties opnieuw aangepakt. Nou, het comfort van die tijd. Ik denk dat het voor dit toen echt heel modern werd. Ik vind het wel echt heel bijzonder. Nou, zijn er nog meer dingen misschien? Ik denk een dagwerk om het allemaal. Ik kan het zeggen, om dit allemaal te bekijken. Ja, dit is ook blauw. Ja. Dit is ook van die blauwe.